Wethouder Fischer laat taxichauffeurs opnieuw jaar wachten. Winkels dicht in Hooghuisstraat. En Memphis Depay straks op de platte kar bij het kampioenschap van PSV. Taxichauffeurs moeten opnieuw een jaar wachten op maatregelen om de illegale taxis tijdens carnaval te weren. De chauffeurs roepen al heel lang om actie, maar dat wordt dus pas op zijn vroegst volgend jaar. Had het niet nu al klaar kunnen zijn? Het kost natuurlijk veel tijd en inspanning en ook geld voor zowel de taxiondernemers als de gemeente om goede spelregels te maken en een verordening. Nou, als we nu snel beginnen, dan zijn we in 2016, hebben we het mooi voor elkaar. De honderden chauffeurs in de regio zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente. Want al jaren ervaren ze overlast van snorders uit de Randstad. De vreemde taxis die vragen maar wat ze willen. He, dus een taxi waar 20 euro kost, is bij hun 40 euro. Of 50 of meer. Als er met bedragen wordt gegooid waar je bang van wordt. En wij daar dan zeg maar ook de dupe van zijn. Dan dat vind ik het wel laks. Ik vind eigenlijk dat de gemeente er toch wel iets aan moet doen. Dit jaar komen er wel afgesloten taxistandplaatsen met verkeersregelaars om de drukte tijdens carnaval in goede banen te leiden. Maar volgens de chauffeurs helpt dat niet om de echte problemen aan te pakken. Er moet gewoon veel vaker worden gecontroleerd op misstanden. Ze doen al jaren in feite niks. Dus wat dat betreft, ik heb er een hard hoofd in dat dat überhaupt wel gaat gebeuren, hoor. Dus... Of het is gemakzucht of ze doen er gewoon helemaal niks aan. Dus er wordt hier heel veel dingen beloofd, maar belofte houden hoor maar. Meer controle. Wethouder Fischer belooft dat er volgend jaar dus stevige maatregelen komen. Meer controles en een keurmerk. Zodat alleen chauffeurs die de papieren op orde hebben en zich netjes gedragen in Eindhoven mogen rijden tijdens carnaval. En dan kunnen we ook gaan handhaven, ook samen met de politie, dat alleen nog de taxis hier op straat mogen rijden en diensten verlenen die echt voldoen aan dat kwaliteitskeurmerk.